goedemiddag. Mijn naam is Pia. Ik ben 65 jaar oud. Mijn lievelingsboek is een jeugdboek. Een veelbekroond boek van Tonke Dracht, Brief voor de Koning. Dat werd klassikaal voorgelezen toen ik op de lagere school zat. En dat was iedere week een spannend moment, want dan werd het 2 uur voorgelezen. Ik heb daarna, toen ik wat ouder was, heb ik zelf het boek gekocht. Ook de vervolgdelen. Het appelleert heel erg aan het gevoel voor avontuur. Een gevoel voor avontuur in een tijd, je zou kunnen denken de middeleeuwen, maar het zou ook een andere tijd kunnen zijn. En het is geweldig verteld. En toen ik bij moeilijke periodes, moet ik zeggen, pak ik dat boek weer en dan ga ik dat weer opnieuw lezen. En nog altijd ben ik even gecharmeerd daarvan.